things are true. Whatever things are just, whatever things are honest, think that. Ik ben een beetje, ja, nogal door de geschiedenis heen aan het fietsen. Met een beetje heen en weer, maar om te laten zien dat bepaalde trends, dus die begonnen zijn in de contra-reformatie, doorwerken op de dag van vandaag. Wow. En dit is zo'n heel interessant filmpje. The Christ, but again, my dear friend, when we say Jesus Christ ascended into heaven, you don't believe that he got a kind of ecclesiastical lift that took him into the stratosphere. Why don't I believe that? You already in your mind, if you are a thinking Christian, realize that this is language that is being used figuratively. When we speak even about the resurrection of Jesus Christ, it is not the revivification of a corpse. It is speaking about a tremendous reality that Jesus Christ is risen, his life. Ja, hier zie je duidelijk hoe, zeg maar, dit soort topfiguren dus gewoon denken. Dat ze gewoon niet geloven in de werkelijke opstanding van Jezus Christus. Wow. En in zijn hemelvaart. Dat geloven ze niet, dat onderwijzen ze ook niet. Het is pure gnostiek. Ja. En hij heeft heel veel invloed. Hij heeft heel veel invloed, ja. Had. Ja, goed. Had. Maar er staan voor hem nog 100 anderen klaar. Ja, oh ja, tuurlijk. Ik heb zelfs filmpjes van hoe mensen in hogescholen en universiteiten speciale cursussen geven om aan alle mensen die opleiding krijgen tot theoloog, tot dominee, tot dergelijke, dit soort dingen te onderwijzen. En hun ook de ondergrond te geven. Maar om dat nog even af te ronden, de voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat is een mevrouw, en die is ook voorzitter van het comité Christenen, Moslims, Joden. Die probeert dus verzoening tussen de drie godsdiensten bij te brengen. En dat is degene die ook regelmatig voorstellen doet om het Tweede Pinksterdag in te ruilen voor het Suikerfeest. Als nationale feestdag. Wauw. Dus, ja, die is dan voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. Tweede Pinksterdag voor het Suikerfeest? Voor het Suikerfeest. Ik wil het eten. Ja, maar het gaat om de hele trend van dat we alle godsdiensten als gelijkwaardig moeten beschouwen en gelijk aan elkaar. En, mijn vrouw heeft 7 jaar godsdienstles mogen geven op openbare scholen. En in het begin deed ze dat zeg maar onder hoede van de lokale kerken. Daar werd ze door uitgezonden. De dominee die haar aanstelde had er gezegd, je mag niet evangeliseren. Wauw. Ja, maar zegt ze, het hele Bijbel is toch een evangelie? Ja. Ja. Dat staat wel klaar. Ja. Vertellen over Jezus is heel. Ja. Maar goed, maar in de loop der jaren is dat dus van een lokaal initiatief overgenomen door een landelijke organisatie godsdienstvormend onderwijs. En in de landelijke organisatie godsdienstvormend onderwijs zitten dus ook islamitische organisaties. En de laatste scholingsdagen die zij dus gekregen heeft om les te kunnen geven, werden verzorgd door de islam, door de islamieten. Dus die geven nu leiding aan het godsdienstvormend onderwijs van de basisscholen in Nederland. Nee, dat is echt zo. Ja. En ze voeren een programma uit dat door de Verenigde Naties is ingesteld, dus waarin regeringen verplicht worden om te zorgen dat ze dus alle godsdiensten als gelijkwaardig aan elkaar gaan beschouwen en benaderen. Dus natuurlijk om ook oorlogen en conflicten te voorkomen en weet ik veel allemaal wat soort dingen. Maar het is een programma vanuit de Verenigde Naties. Dat speelt. Het gaat mij erom dat in al die dingen, dus Jezus als God wordt weggehaald. En dat gebeurt dus op basis van de strijd om de Bijbel, de grondteksten die plaatsvinden. Het gebeurt op opleidingsinstituten en dergelijke. En je gaat dit overal tegenkomen.
Maar het was dus een strijd die de eerste gemeente ook al moest voeren. Vanuit de gnostiek. Oh. Dat is gewoon niks nieuws. Onder de zon. Ik zal deze maar even lekker uitzetten. Andere zaak die speelt in de contra-reformatie. Als je de reformatoren gaat nakijken, Calvijn en Zwingli en Luther en nog een heleboel van die anderen. Dan zag je dat ze op basis van de Bijbel soms tot op hele veel punten op hele andere conclusies kwamen. Dus er zijn heel veel punten waarin ze behoorlijk met elkaar van mening verschilden. Behalve op één onderwerp. En dat was dat ze allemaal 100% van overtuigd waren, de paus, dat is de antichrist. Wow. Wow. Mooi. En daar kwamen ze met allerlei bijbelse onderbouwingen. Hè? Het is de stad op de zeven heuvelen in de Openbaring. Nou, toen Johannes de Openbaring schreef, wist iedereen dat een verwijzing van een stad op zeven heuvelen, dat was Rome. Als je Openbaring goed leest, kan je ook zien dat dat ook zou kunnen slaan op het corrupte en valse Jeruzalem. Maar goed, dat is weer een andere interpretatie, maar was voor hen duidelijk. En de paus die had een kroon, een driedaagse kroon op zijn hoofd, dat hij dus heer was, koning was over hemel, aarde en wat er tussenin zat. En op zijn voorhoofd stond geschreven Vicarius Filii Dei. In het Latijn, nou als je, Latijn is letters zijn ook cijfers, als je die bij elkaar optelt, dan heb je 666. Echt ja, waar? Ja, zeg maar. Wauw. Ja. Dus hij had letterlijk op zijn voorhoofd staan 666. Wow. Als je naar de paus keek en je kon Latijn lezen en tellen, dan zag je 666 staan. Wow. Dus, heb je dat nu niet meer? Hè? Nou, hij gebruikt hem officieel niet. Maar hij gebruikt wel de titel die er staat, namelijk Vicarius Filii Dei. Dus hij zet die kroon niet meer op zijn hoofd, maar hij ondertekent zijn encyclieken met Vicarius Filii Dei. Maar als je leest staat er gewoon 666. Ja, dat is waar. Maar goed. En ook vanwege de heftige vervolging hè, van de gelovigen door de katholieke kerk, de inquisitie, de verbrandingen en dergelijke. Nou, lees je in Openbaringen, die vrouw die rijdt op het beest. Hè, de vrouw is altijd een beeld van een kerk. En het beest is een beeld van een wereldlijke macht, een militaire macht. Die dronken is van het bloed van de heiligen. Nou, al dat soort teksten was... Ja, onopstotelijk, de paus van Rome, dat is de antichrist. Maar snap je dat vanuit deze mentaliteit de felheid waarmee de oorlog en de strijd gevoerd wordt in die tijd zo heftig is? En dus ja, dat ging echt om leven en dood, dat soort strijd in die tijd. En had natuurlijk ook consequenties voor de overheden, voor de koningen, voor de machthebbers. Die zich dan, ja, toch uiteindelijk zonder steun van het volk heb je niks meer te zeggen. Maar mensen vochten werkelijk om dit soort waarheden. Nou, die dingen waren ze het dus met elkaar eens. Dan zie je dat allerlei andere elementen, dat ze het helemaal niet met elkaar eens zijn, dat ze ook elkaar weer bestrijden en bevechten. Je krijgt een beweging van die dan spottend genoemd werd, de wederdopers. Ook in Nederland heeft dat heftig aangeslagen van mensen die zeggen, ja, kinderdoop, onzin, je moet je als volwassene laten dopen. En die werden dan wederdopers genoemd, omdat ze als kind al gedoopt waren. Al of niet protestants of katholiek. En nu gingen ze zich als volwassenen nog eens een keer laten dopen. Werden heftig vervolgd, niet alleen door de katholieken, maar ook door de protestanten. In Alkmaar, toen de protestanten de Alkmaar hadden overgenomen, werden de wederdopers, de mannen, werden onthoofd op het Canadaplein. En de vrouwen werden vastgebonden met een steen, verdronken in de Mint. In Alkmaar. Er zijn hele liedbundels van wederdopers die in de gevangenis op een executie wachten door de protestanten.
Dat het zo met politiek verbonden is, kan je ook zien in Maarten Luther. Maarten Luther viel dus onder bescherming van een plaatselijke vorst. Ik geloof dat die Frederik heette. Dat staat allemaal in je map wel, die namen. En Frederik kreeg dus Maarten Luthers vertaling van de Bijbel in het Duits in handen. En hij las dat al die koningen, zoals koning David en Salomo, die hadden meerdere vrouwen. Dus Frederik zei van, nou, waarom kan ik dat dan niet ook? En legt dat vraagstuk aan Maarten Luther voor. En Maarten Luther geeft hem toestemming om een tweede vrouw te trouwen. Nou, niemand. Dat wordt natuurlijk niet verteld in de protestantse geschiedenis. Maar er ontstaat dus een hele ruzie en een splitsing in het gevolg van Maarten Luther. Van een andere vrouw, wat doe je nou Maarten Luther? Maar weet je, uit politieke overwegingen komt hij tot dat soort compromissen. En dan heb ik het nog niet eens over de verschrikkelijke, gruwelijke antisemitische taal die Maarten Luther over de Joden uitspreekt aan het eind van zijn leven. Ja, als je dat leest, dan word je echt misselijk geworden. Ja, kan je dat lezen? Ja, je kan het lezen, ja. Die teksten zijn wel beschikbaar. Maar dat was de hele mentaliteit in die tijd van, oké, we zijn het over alles over oneens, maar de Joden, dat is het laagste van het laagste en het ergste van het ergste. In Frankrijk heb je dus die hele beweging. Wij kennen allemaal de hugenoten. Sommige mensen hier weten meer van de hugenoten als ik. Prijs de Heer. Maar die komen dus allemaal voort. Het zijn allemaal opwekkingsbewegingen vanuit Zuid-Frankrijk die daar plaatsvinden. Je hebt daar de Camisards. Dat is echt die ook militaire macht hadden in het zuiden van Frankrijk. Niet onderworpen aan de koning van Frankrijk. Voortdurend oorlogen gevoerd worden. En dan krijg je in Frankrijk op een gegeven moment de Bartholomeusnacht. Ik weet niet of jullie daar wel van gehoord hebben. Maar de oorlog tussen de katholieken en de Fransen, die werd op een gegeven moment beëindigd met een verdrag. Waarin de protestanten bepaalde concessies moesten doen, de katholieken ook, maar ze zouden niet meer uitgeroeid worden. Dus de protestanten in Frankrijk voelen zich veilig, komen uit hun schuilhoeken en worden op één nacht massaal met duizenden, tienduizenden in één nacht over de kling gejaagd en uitgemoord. En de paus in Rome, die op dat moment paus is, iedere paus heeft zijn eigen wapen. Deze paus had een draak in zijn wapen. En is dansend toen hij bericht kreeg over de slachting onder de protestanten in processie, dansend door de straat van Rome gegaan. Heeft zelfs een herdenkingsmunt laten slaan met het symbool van de draak op zijn munt. Om te vieren de Bartholomeusnacht, waarin een groot deel van het Franse protestantisme echt letterlijk uitgeroeid is. Nou, heel veel van deze mensen, dat is echt het einde van de nog echt bestaande protestantse beweging in Frankrijk. Heel veel mensen zijn gevlucht naar Nederland, naar Engeland en uiteindelijk trekken deze mensen ook door naar Amerika. De mensen die door de hugenoten beïnvloed zijn, vormen allerlei groeperingen die zich ook binnen of onder of tegen de Anglicaanse kerk zeg maar apart organiseren. En er is laatst een hele leuke documentaire geweest in de voetsporen van de Mayflower op de televisie. Erg leuk. En dat vertelt dus van deze Engelse protestanten die zich ook in het Anglicaanse Engeland gewoon niet veilig voelden en niet vrij waren, die in Nederland zijn gaan wonen, in Leiden hebben plaatsgevonden. En toen besloten hebben om massaal te emigreren naar de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten worden deze mensen gezien als de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika. Dat zijn de zogenaamde Pilgrim Fathers. He, met het idee van, nou daar hebben we een helemaal leeg land. Was natuurlijk helemaal niet leeg. Er zaten allemaal, wat ze dat Indianen noemen. Dat is ook al een misverstand dat ze Indianen noemen. Maar die zaten daar. Dat werd vanzelf opgelost. Want toen die kolonisten daar kwamen, bleken de Indianen niet bestand tegen de griepvirussen en dergelijke. Dus 90% van die stammen stierven aan de ziektes.
waar ze niet op hun lichamen niet tegen opgewassen waren. Maar goed. Maar vanuit Leiden, vanuit Delfshaven is die Mayflower vertrokken naar Amerika, heeft daar een kolonie gesticht. En tot dan toe waren er wel mensen die gingen naar Amerika, maar ze gingen ook weer weg. En dit was de eerste groep die blijvend daar ging, om gewoon hun eigen geloof, hun eigen visie op de Bijbel, gewoon openlijk ja, in een nieuwe maatschappij te kunnen opbouwen. Om onder dat gezag van, zoals de koning denkt, zoals de vorst denkt, zo moeten de onderdanen denken. Ook op religieus gebied. Dan krijg je, dat krijgt een hele aparte ontwikkeling in Amerika. Dan krijg je in Frankrijk op een gegeven moment de Franse Revolutie. En zo corrupt als de katholieke kerk was, zo corrupt werden ook de Franse koningen. En macht corrompeert, absolute macht corrompeert, absoluut. Dus rond 1800, jaartal. Krijg je dus de 48 of zoiets, krijg je dus in Frankrijk de zogenaamde Franse Revolutie. En dan wordt de hele toplaag van Frankrijk, de koningen, maar ook de bisschoppen, de kardinalen, alles wordt gewoon echt letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Er werd zoveel onthoofd dat de beulen die konden dat niet bijhouden, dus dat is gemechaniseerd. Daarvoor hebben ze de guillotine uitgevonden, werd je niet zo moe van. Kon je meer hoofden per minuut eraf krijgen. Wat hadden ze uitgevonden? De guillotine. Zo'n apparaat met een groot mes, hoefde je alleen maar omhoog te eisen en dan haalde je hendel over en dan viel het mes naar beneden op de kop. En dan heb je genetica. Ja. Maar dat is speciaal uitgevonden in de Franse Revolutie, omdat ze het aantal onthoofdingen niet bij konden houden. Het ongelooflijk heftig. Er werd een nieuwe republiek, liberté, égalité, fraternité. Hè, op dit moment ook de lijfstreuk van Klaus Schwab en dergelijke. Ja, echt waar. En... De hele Franse maatschappij gaat op zijn kop. Maar wat er cultureel gebeurt, en dat is van doorslaggevende invloed, is dat daar in de Franse Revolutie een einde wordt gemaakt aan, zoals de staat denkt, zo denken de onderdanen. In de Franse Revolutie ontstaat het werkelijk totaal revolutionaire gedachte, waar nog nooit iemand opgekomen was, dat er verschil kon zijn tussen jouw eigen geloof, jouw persoonlijke geloof en het geloof van de staat. Dat die twee niet per se met elkaar in overeenstemming hoefden te zijn. Oftewel, dat geloof niet een machtspolitieke zaak was, maar een privézaak was. Waar je zelf privé over moest beslissen. Tot dan toe was het hele concept in de totale geschiedenis, in de totale wereld, gewoon niet aanwezig. Men snapte dit niet. Het was gewoon toch logisch. Als het hoofd zo denkt, denkt de rest ook zo. Je ziet het aan de gevangenbewaker van Filippi in Handelingen 16. Die gevangenbewaarder, het hoofd van het gezin, komt tot geloof en hij laat zich dopen en zijn hele huis houden. Iedereen ging mee. Cornelius ook. Cornelius is de godvruchtige man. Die vraagt Petrus. Petrus komt prediken. Ze krijgen allemaal en het hele huishouden gaat mee. Het was zo'n normale zaak van zoals het hoofd is. Ja, zo denkt alles. Hè, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat zijn van die uitzingen. Nou, dat concept werd doorbroken in de Franse Revolutie. En wij kunnen ons gewoon nu niet voorstellen dat de staat iets te zeggen heeft over ons geloof. Maar voor de Franse Revolutie vond iedereen dat de normaalste zaak van de wereld. Niemand trok dat in twijfel. Niemand vond dat een raar verdrag van Westfalen van nou ja, als de koning katholiek is, is de rest ook katholiek. Niemand keek daarvan op. Dat is toch logisch? Dat is toch normaal?
Maar dat hele idee dat wel eens, dat je dat ook anders zou kunnen benaderen, dat komt dus als het ware aan de macht tijdens de Franse Revolutie. En dat zorgt voor een schokgolf door Europa. Dat is echt. En al die koningen en die keizers en de vorsten van Europa komen in totale paniek. Wat hier gebeurt. En de legers van Oostenrijk en van Duitsland en van Rusland en nog een paar, die gaan zich verzamelen om een einde te maken aan die heerschappij van die Franse Revolutie. Dus die Fransen hebben een probleem. Want als daar lokaal is het enorme chaos. En er komen goed georganiseerde, gedisciplineerde huurlingenlegers aanlopen. Ja, dat is gauw afgelopen. Wat doe je in zo'n situatie? Heb je sterke man nodig? Heb je een legerleider nodig? Heb je een aanvoerder nodig? Aan wie wordt dat? Is dat die kleine? Dat is die kleine. Ja. Dat wordt Napoleon Bonaparte. Ja. En zoals Maurits een revolutionair was in militaire operaties, dat was Napoleon ook. En Napoleon was een artillerieofficier. Oftewel, die was gewend met kanonnen te vechten. Terwijl daarvoor was het hoofdbestanddeel van het leger was de ruiterij, de paard. En Napoleon die had bedacht, voordat wij met die paarden te maken hebben, schieten we ze allemaal aan flarden, voordat ze bij ons zijn in onze kanonnen. En dat werkte perfect. Had nooit iemand bedacht tot dat moment Napoleon komt daarmee aanzetten. En van nou, al die legers die aankwamen. Ook nog speciaal met uniformen, zodat ze goed herkenbaar waren. Van dit zijn de Pruisen, dat zijn de Russen en dat zijn de Duitsers. Hij zet ze kanonnen bovenop de heuvels. En lang voordat ze in de buurt komen, liggen ze allemaal in scherven op de grond. Dus Napoleon wordt een groot succes in Frankrijk. En wat Napoleon ook doet, hij krijgt ogenblikkelijk ruzie met de paus. Hij verovert op een gegeven moment Rome. En hij maakt een einde aan de Vaticaanse staat. Hij zet de paus af als staatshoofd. Tot dan toe is de paus een staatshoofd. En later, in de periode, want dan merkte hij dat hij toch niet buiten de hulp van de katholieken kon. He? Dus dat heeft hij die paus weer enigszins in ere hersteld. Alleen Vaticaan, de staat, werd dan beperkt tot een klein gebied wat we dan nu Vaticaanstad noemen. Dat heeft Napoleon gedaan. Sommige stromingen onder de Zevende-Dags-Adventisten zien dat als, zie je wel, dit is het beest wat dodelijk gewond was, maar weer tot leven gewekt is. Dus die leggen de interpretatie over dat beest op deze gebeurtenis. Ja. Komen ze ook uiteindelijk tot hele rare conclusies. Maar goed. Maar het heeft dus tot gevolg dat je dus lokaal een ander geloof kon gaan beleiden dan je buren of je familie of in je dorp. Of in je omgeving. Dus hier komt het concept van scheiding tussen kerk en staat. En Napoleon verovert zo ongeveer heel Europa. Totdat hij kopje ondergaat bij de mars naar Moskou. En overal wat hij verovert, daar voert hij dus de burgerlijke staat in. Dus onze burgerlijke stand, dat we allemaal bij een burgerlijke stand ingeschreven en bekend moeten zijn, is ingevoerd door Napoleon. Dat is je achternaam toch? Ja, dat je ook überhaupt een achternaam hebt. Ja. En zo. Maar toch waar? Ja, dat is door Napoleon ingevoerd. Dus dat hele systeem van registratie van iedere burger is door Napoleon ingevoerd. Nou, Napoleon die benoemt een broer, Lodewijk, tot koning van Nederland. En Lodewijk, die broer, die was ongelooflijk populair in Nederland. Die hield echt van de Nederlandse bevolking. Die was gewoon, heeft heel veel compassie gehad met de Nederlanders en dergelijke. Ja, op een gegeven moment was hij echt zo voor Nederland dat hij weer afgezet is.
Want hij was iets te aardig voor die Hollanders. Maar die Lodewijk was ongelooflijk populair in Nederland. Mensen stonden te juichen, echt uit overtuiging waren die daar kwam. En daarna is dus Nederland een koninkrijk gebleven. Dat was niet daarvoor. Daarvoor hadden we stadhouders, maar geen koningen. Maar goed, het revolutionaire idee van je geloofsovertuiging zou zowel als een privézaak kunnen zijn. Dat komt dus binnen. En dat betekent dat binnen de gebieden waar dit gold ging gelden, het dus mogelijk was om allerlei soorten verschillende leringen en verschillende soorten leer, die konden zich vrijelijk gaan ontwikkelen en gaan ontplooien. En eigen gebouwen en eigen instituties gaan ontwikkelen binnen Europa. Allemaal het gevolg van de Franse Revolutie. Dat heeft niet alleen het protestantisme bevorderd, maar ook allerlei occulte genootschappen, geheime genootschappen, Madame Blavatsky, satanisme. Al dat soort dingen werd niet langer op de brandstapel gegooid, maar werd beschouwd als privégeloof. Dus vanaf die tijd krijg je allerlei doctrines en leringen over de hele wereld die in eerste instantie allemaal vanuit Parijs, vanuit Frankrijk ontwikkeld worden en zich verspreiden over Europa en Engeland en Amerika en dergelijke dingen. Ook vrijmetselarij. Ook vrijmetselarij en dat soort zaken. Dat werd zelf bon ton om lid te zijn van de vrijmetselarij. Dan hoorde je echt bij de guys. Ja, ja. Dan hoorde je bij de jongens. Als je daar toegelaten werd. Dus allemaal het gevolg van de Franse Revolutie. Is daar ook dat piramide met die ogen ontstaan, zeg maar? Ja, ja. Ja. De Illuminati en zo, ja. Oké, okay, wauw. Nou, je kan allerlei onderwijzingen over vinden en dergelijke. Die worden over het algemeen allemaal onder het hoofdstukje complottheorieën geplaatst. Nou, ik ben wel overtuigd dat er de nodige waarheid in zit. Ik ook. Maar ik heb het over kerkgeschiedenis. Ja. een belangrijke ontwikkeling die in Nederland plaatsvindt, is dat je dus, nou weet ik niet meer of nou onder de stadhouder was of onder de eerste koning. Het zal wel ergens in de map staan. Maar het gaat erom dat in Leiden was het intellectuele hoofdkwartier van Nederland. Dus de Leidse Universiteit was de belangrijkste universiteit van Nederland. Amsterdam stelde allemaal nog niet zoveel voor. En in Leiden kregen twee theologische professoren letterlijk slaande ruzie met elkaar. En dat zijn meneer Gomarus en meneer Arminius. En waar kregen ze ruzie over? Nou, meneer Gomarus zei van, heel strikt wat we nu vijf punten Calvinisme noemen. Of je behouden bent of niet behouden bent, heb je zelf niets over te zeggen. God heeft in zijn ondergrondelijke wijsheid voor de grondlegging van de wereld al besloten. Jij gaat naar de hemel en jij gaat naar de hel. Je kan hoog springen of laag springen, maar onweerstaanbaar in Gods soevereine beslissing ligt dat vast. Arminius had het standpunt van, nou, zo absoluut ligt dat niet. He, God doet een aanbod en jij moet erop reageren. Jij moet zeg maar ja zeggen tegen dat aanbod. Dat hangt niet van God af, dat hangt van jou af. Even heel kort door de bocht hoor, want het ligt allemaal wat genuanceerder en wat ingewikkelder. Maar ik heb te weinig uren om dat detail voor detail te behandelen. Maar in grote lijnen kregen die mensen ruzie met elkaar. En Arminius die werd echt fysiek bedreigd door de knokploegen van Gomarus. Die zouden hem wel eens in elkaar gaan slaan en een einde maken aan zijn lectoraat. Dus hij beroept zich op de koning, of stadhouder, ik weet het even niet, van help, lijfwacht, beveiliging. Dit kan niet. Nou, die koning, of stadhouder, die zit even niet te wachten op dit soort ruzies. Dan waren er al, je hebt de kabeljauwsen en dingen twisten gehad en weet ik veel wat allemaal, toestanden. Dus die hebben zoiets van, joh, zoek het uit.
Zoek uit wat nu klopt en wat nu niet klopt. En daardoor wordt dus de synode van Dordrecht wordt uitgeroepen. Waar al die hoge geleerden opgevoed en opgeleid aan staatsgefinancierde onderwijsinstellingen met elkaar moeten uitmaken van wat is het nu? En daar komen ze tot besluiten, de Dordtse leerregels. En daarin wordt de visie van Arminius wordt verworpen als ketters. En Arminianen, dat zijn ketters, en die mogen dus niet meer prediken, die mogen niet meer functioneren in kerken. Arminiaanse kerken, dat heet tegenwoordig de Remonstrantse kerk, gaan ondergronds. Maar worden ook in grote getalen het land uitgezet. En heel veel daarvan vluchten naar Amerika. En nu, wij, Pinksterchristenen, ook goed mensen, ik neem aan dat de meeste van ons dat zijn. Wij zijn overtuigd van het evangelie is, God doet een aanbod en jij moet ja zeggen. En als je geen ja zegt, ja, sorry. Dan neem je een heel verkeerd besluit. En God is niet degene die dat bepaalt. Dat is allemaal Arminiaans denken. In Amerika kreeg dat de volledige vrijheid. Want er was geen staatsmacht in Amerika die dat ging bestrijden. Of daar... En als jij er anders over dacht, weet je wel, we gaan een paar honderd kilometer verderop, ga je eigen stad stichten, kan jij je gang gaan hoe jij denkt over de dingen. Ja. En zijn ze daar weer niet met elkaar eens? Nou, er is nog meer ruimte. Go West. Jong boy. Ja. Zo ging dat in de Verenigde Staten, daar kon dus alles op dat gebied. Goed. Plek genoeg, ruimte genoeg, dergelijke. En ook, ja, en natuurlijk was er een hele heftige, hele hechte band tussen Engeland en de Verenigde Staten. Dus je ziet in de loop van de eeuwen zie je allerlei opwekkingsbewegingen ontstaan. Of in de Verenigde Staten die weer in Engeland een opwekkingsbeweging op gang brengen. Of in Engeland die weer in de Verenigde Staten een opwekkingsbeweging in gang brengen. Ja, in Amerika hebben ze het over de drie grote awakenings. Ja. Drie grote opwekkingsbewegingen. En dan moet je bedenken dat... Dat ze dus vroeger in de Verenigde Staten, ze hadden geen bioscopen, ze hadden geen theaterzalen, ze hadden geen kerkgebouwen. De enige openbare plek waar een beetje samen kon komen was de kroeg, dat was de saloon. Ja. Nou, daar moest je natuurlijk niet zijn als predikant. Dus wat deden die evangelisten in Amerika in die eerste grote opwekkingen? Die namen een tent mee. Ja. Dus die zetten een tent neer. En er was dus geen tv, er was geen film, er was geen, ja, die kroeg hadden ze inmiddels ook al 100 keer van binnen gezien en weet ik veel wat allemaal. Dus wauw, hier gebeurt wat, hier is wat nieuws aan de gang. Mensen stroomden met nieuwsgierig in drommen naar die tenten, wat daar gaande was. En nou, krachtige prediking, goede prediking ook. Heel veel preken zijn bewaard gebleven uit die tijd, geweldige werkstukken bij. Er ontstaat een hele opwekkingsbeweging, eerste golf in Amerika. Dat horen ze in Engeland. En in Engeland nodigen ze een paar van die mensen uit naar Engeland. En dan krijg je dus de opwekking van de Methodisten in Engeland. De Wesley, de eerste gebroeders Wesley, dat is veel erger. Worden Methodisten genoemd omdat ze een methodisch te werk gingen met mensen tot de Heer brengen. Ze hadden gewoon een vast voorschrift. Je moet ze eerst overtuigen dat ze zondaren zijn. En als ze helemaal tot besef zijn gekomen dat ze reddeloos verloren zijn zonder Jezus, dan breng je ze Jezus. En dat ze op Jezus vertrouwen en dat was hun methode. Dus gaat mensen eerst een schuldgevoel aanpraten. Ja. Maar daar ze uit angst voor de hel keuze voor Jezus maken. En daarna moet je ze vertellen dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen omdat ze gerechtvaardigd zijn uit het bloed van Jezus Christus. Gebeurt nog steeds. Gebeurt nog steeds. Gebeurt nog steeds heel. Maar de Methodisten hebben dat dus uitgevonden.
En het was verschrikkelijk effectief. Ja, dat vond ik. Ik zal er verder rechts. Er zijn duizenden, zo niet miljoenen mensen gered door deze methode. Dus nu ben ik er wel wat van te vinden. Snap je? Maar die methodisme, Wesley en dergelijke, die worden dan weer in Amerika uitgenodigd. En er staan verschillende in je map verschillende beschrijvingen van die golven en wie daar een rol in speelde. En kan je allemaal nalezen als je dat wil. Maar ontstaat weer een tweede golf van opwekkingen in Amerika. En van daaruit komen weer mensen naar Engeland. En in Engeland krijg je dan de opwekking van Wales. Nog een aantal opwekkingen die plaatsvinden. De opwekking in Wales brengt weer de opwekking via Johannes de Heer. Johannes de Heer is betrokken geweest bij de opwekking in Wales. Die brengt dat weer naar Nederland toe. En zo zie je overal van die kruisbestuivingen plaatsvinden. Azusa. Ja, dat komt straks verplaatsen. Azusa. Maar dat is even wat in de Angelsaksische landen gebeurt, met enige invloed naar Europa toe. Maar vanwege het idee dat je geloof een privézaak is, gebeurt er in Europa iets waarin geloof niet meer een kwestie wordt van als ik me maar netjes gedraag volgens de regels van mijn kerkgenootschap, dan ben ik gered. Maar nu wordt geloof iets tussen jou en God. Het wordt een persoonlijke relatie. Wat is de kwaliteit van jouw persoonlijke relatie met jouw God? En dat leidt in Europa in eerste instantie weer uit Frankrijk tot een vernieuwingsbeweging die het Réveil genoemd wordt. Het Réveil is het ontwaken op zijn Frans. Réveil, R-E-V-E-I-L. He, van réveiller, ontwaken. En dat is een beweging die zegt van ja, weet je, het is niet genoeg om je als een brave christen te gedragen. Nee, jij hebt een persoonlijke relatie met God nodig. Er moet iets persoonlijks tussen jou en God gaande zijn. Die ook zichtbaar moet zijn in de manier waarop je leeft, waarop je denkt, waarop je je gedraagt. En die Réveil-beweging die krijgt een hele grote invloed in Europa. Dus echt buiten de opwekkingsbeweging in Amerika om. Hè. In Duitsland heet dat het Pietisme. En in Nederland wordt het de nadere reformatie genoemd. Dat zijn allemaal uitingen van de Réveil-beweging. Waarin dus dat concept gaat ontstaan van ja, je persoonlijke geloof in Jezus Christus. Maar als dat zich niet uit in een veranderd leven, ja, wat is het dan? Wat stelt het dan voor? He, dat moet zich uit in hoe je je gedraagt, hoe je denkt, hoe je spreekt, hoe je handelt. En dat heeft grote invloed op, ook op de opwekkingsbeweging in Amerika. Die derde golf, die dan uiteindelijk van Amerika weer naar Engeland komt, die leidt in Engeland tot ontstaan van bewegingen als bijvoorbeeld het Leger des Heils. Mm. Waar je ook een hele grote nadruk hebt van jouw christenleven, moet ook te zien zijn in hoe je met je naaste omgaat. Het is niet alleen maar voor jou persoonlijk, weet je, de zorg voor de naaste. Het is een hele sociale beweging. Heel veel maatschappijwetenschappers verklaren dat dat de reden is waarom het communisme in Engeland nooit echt voet aan de grond gekregen heeft. Hoewel Marx en Engels allebei vanuit Londen geopereerd hebben, vanuit Engeland geopereerd hebben. Maar dat dus komt door het sociale aspect van de opwekkingbeweging die dus in Amerika en in Engeland plaatsvond. Waardoor zeg maar de arbeidersklasse niet nodig had om in verzet te komen. Mm. En in Nederland zie je dat juist allerlei dominees, ook onder invloed hiervan, juist het socialisme gaan propageren. Domela Nieuwenhuis is een dominee uit Groningen, geloof ik. Die dus ja,
oprichter van de SDAP, Socialistische Arbeiderspartij, wat nu de P van de arbeid is. Oppassen wat ik zeg. Maar dat waren mensen met stakingen op de barricades en voor de rechten van de, hè, van de gewone man en dergelijke. Dus dat deden we allemaal, ja, een hele vermenging. Je had ook in de katholieke kant, had je ook pastoors die helemaal ja, revolutionair waren. Dus in Latijns-Amerika heb je ook allemaal van die bisschoppen die de bevrijdingstheologie ontwikkelden en zo. Hele vermengingen met communistische, socialistische gedachtes. Niet heel erg vreemd, hè, als je in handelingen leest en ze hadden alles gemeenschappelijk. Niemand hield iets voor zichzelf, weet je wel. Ligt heel dicht daar tegenaan. Maar goed, die revijbeweging, die geeft dus aanleiding tot die persoonlijke relatie met jouw God. En dat leidt in Amerika weer tot een beweging die de heiligingsbeweging wordt genoemd. En de heiligingsbeweging legt heel veel nadruk op levensheiliging. He, want zonder dit kan je God niet zien. Dat staat ergens in de tekst in de Bijbel. En zij ervoeren dat na je bekering je een soort doorbraak kon krijgen die jouw hele relatie met God intensiveerde. He, waarin ja, God was niet meer het bijverschijnsel bij je leven. Nee, hij is helemaal het doel van je leven, de bestemming van je leven. En deze heiligingsbeweging komt dus later de Pinksterbeweging voort van de Azusa Street. Dat mensen dus, en die begrepen ze nog helemaal niet in die tijd, hè, dus later door de Pinksterbeweging is daar theologische duiding aan gegeven. Maar wat ze in feite voeren was dat ze de doop in de Heilige Geest ontvingen. Alleen ze snapten er geen moer van. En ze dachten dat dat het gevolg was van hun inspanning om het allemaal perfect en volmaakt te doen en heilig te leven en dergelijke. En je hebt natuurlijk ja, een motivatie uit je hart om het allemaal goed te willen doen, zoals God het wil. Hè? Daar is ook helemaal niks mis mee, of niks verkeerd aan. En dat wijst ook op een oprechte wedergeboorte. Een wedergeboren persoon wil niks anders als God dienen en God behagen en te doen wat God wil. He, dat is een van de kenmerken van je wedergeboorte, dat je daar een verlangen naar hebt. He, bij goed geoefende, doorgerotte zondaars als ik, is het contrast voor en na echt duidelijk. Ja, zijn mensen die zijn christelijk opgevoed zo, met allemaal normen en waarden, ja, voor wie het verschil dan niet zo dramatisch is. Nou, kun je vertellen dat het bij mij wel dramatisch was. Weet je, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel en andersom. Maar die heiligingsbeweging komt dus voort uit, dus in eerste instantie die gedachte van het loslaten van het verband tussen de staat, de overheid en jouw persoonlijke geloof. Waarmee dus noodzaak werd van, ja, maar wat is het voor jou persoonlijk? En ik weet niet tot hoe laat. Nog twee minuten. Dan denk ik dat ik het hierbij afrond. Volgende uur over de Pinksterbeweging en Azusa Street. Oh, ik heb nog 7 minuten. Oké. Ja. Ja. In Amerika leidt die heiligingsbeweging dus weer tot een opleving en mensen die het geloof serieus nemen. En dan heb je in begin 1900, daar ergens heb je in Amerika een meneer en die richt een bijbelschool op. En dan geeft hij het enige lesboek wat toegestaan is in de bijbelschool is de Bijbel. Ze mogen niks anders gebruiken, alleen maar de Bijbel.
Op een gegeven moment rond de kerst moet hij verzaken, moet hij weg. En hij vraagt aan zijn discipelen of zijn leerlingen, gaan jullie nou eens onderzoeken, wat is nu het bewijs dat je de doop met de Heilige Geest hebt ontvangen? Wat bewijst dat? Hoe weet je dat zo is? Handelingen 2, Jezus zegt, jullie moeten in Jeruzalem blijven tot je met kracht bekleed wordt door de doop in de Heilige Geest. Nou, dat is wat ze wilden. En wanneer is nou dat je zeker weet dat het zo is? Nou, hij gaat weg. Na een paar weken komt hij terug. En wat hebben jullie gevonden in de Bijbel? Ja, zegt een vrouw natuurlijk, als eerste. Als je in andere talen gaat spreken, als je tongen gaat bidden. Dat vindt overal, zagen we dat, op het moment dat ze de Heilige Geest ontvangen, dat plaatsvond in de Bijbel. Kijk maar hier, Cornelius, de Samaria, de Ethiopische kamerling, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Overal zie je dat ze in andere talen gaan spreken. Dus dat is het bewijs. Nou, dan willen wij dat ook hebben. Dus zij gaan zoeken naar de gave van het bidden in tongen. En binnen een paar weken, uiteraard de vrouw als eerste, begint de eerste in tongen te spreken en te bidden. En begint dat zo te ontstaan. En zij hadden het bewijs gevonden van, nou heb je het bewijs dat je gedoopt bent in de Heilige Geest. Kun je wat vraagtekens bijzetten? Maar goed, er was bij de studenten was ook iemand, een zwarte meneer. En omdat hij zwart was, kon hij natuurlijk niet gewoon in het klaslokaal bij de rest zitten. Nee, dat is logisch, begrijpelijk, dat begrijpt iedereen. Hè? Dat begreep die zwarte meneer zelf ook in die tijd. Dus hij mocht de lessen bijwonen door in de gang te zitten met de geopende deur. Mocht hij dus luisteren wat er allemaal besproken werd en onderwezen werd. En ook deze man ontvangt de doop in de Heilige Geest en gaat de tongen bidden. En hij trekt terug naar waar hij vandaan komt, Los Angeles. En gaat weer terug naar zijn zwarte methodistenkerk. Vertelt daarover de gaven van de Heilige Geest en wordt er ogenblikkelijk uitgeschopt. Daar gaan we niet aan beginnen, aan die rariteit, aan die duivelse dingen. Maar die man gaat de straat op en gaat prediken en mensen komen tot geloof. Hij huurt een oude stal en in die stal tussen de hooibalen gaan die mensen uren en uren en uren in tongen bidden, in tongen bidden, in tongen bidden en zo. Ze hebben gewoon een emmer over hun hoofd, maar niet afgeleid worden door de rest. En er beginnen allerlei dingen te gebeuren. Wonderen, tekenen, genezingen beginnen op plaats te vinden. Andere mensen worden gedoopt in de Heilige Geest. En nou, het begint allemaal toe te stromen. Het wordt veel te groot. Dus ze gaan een methodistenkerk die leeggelopen is, op de befaamde Azusa Street. Yes. Ja. En wat nu zo bijzonder is, dat in deze tijd zijn de massamedia tot ontwikkeling gekomen. Er zijn kranten uitgevonden en nieuwsberichten. En een krant verkoopt als je sensatie hebt. Nou, wat daar gebeurde was sensatie. Van hele rare mensen en ze spreken in rare talen. En er zijn mensen die zeggen, die gooien hun krukken weg. En er gebeurt dit en er gebeurt dat en er gebeurt zus en zo. Het gebeurt zo. Dus de kranten begonnen daarover te schrijven. En die kranten werden niet alleen in Los Angeles gelezen, over heel Amerika gelezen. En uiteindelijk gingen die kranten ook de hele wereld over. En blank en wit bij elkaar. Of blank en donker. Ja. Nou ja, dat gebeurde dan op een gegeven moment. Ja. Later. In eerste instantie vond iedereen die rassenscheiding nog een heel goed idee. Ja. Dat was pas later om een verdachte hoekje gekomen. Maar, en dat is, dan zeggen we ja, Azusa Street. De Pinksterbeweging is daar begonnen, maar dat hele concept van mensen die in tongen bidden, ik heb al verteld, dat is de hele geschiedenis door, is dat geweest en gebleven.
met allerlei afwijkingen naar links en afwijkingen naar rechts. En heel veel van deze mensen die dus in tongen gingen bidden en de gaven van de Heilige Geest, die hadden wel kracht en die hadden heel veel Heilige Geest, maar ze hadden gelooflijk weinig inzicht in het woord van God en in de Bijbel. Dus wat je daar ook ziet bij die mensen, is dat er ook hele rare dingen gaan ontstaan. En hele rare, extreme uitspattingen en uitingen beginnen, waardoor dat natuurlijk weer in een verdachte hoekje komt te staan. Omdat ze gewoon heel weinig, wel veel kracht hadden, maar heel weinig theologische onderbouwing. En heel weinig bijbeltechnische onderbouwing aanwezig was. Dat was gewoon weer hun zwakte. Hun voordeel was dat waar ze zich ook verspreiden, ze niemand oplegden. Ja, maar zo moet je de Bijbel lezen en zo moet je het begrijpen. Dus mensen die vervuld met de Heilige Geest een Bijbel in handen kregen, kregen vaak onder leiding van de Heilige Geest onderwijs uit het woord van God. Niet gehinderd door theologische tradities en overleveringen. Ja, dat heeft dus, elk voordeel heeft zijn nadeel en nadeel heeft zijn voordeel. Dus dat leidde ertoe dat wereldwijd enorme verschillen in dit soort bewegingen met meest bizarre theologieën, soms meest vreemde. Ik ben op de Filipijnen tot geloof gekomen bij een Pinkstergemeente. Ik ben daar meegenomen naar allerlei verschillende gemeentes, Baptisten, Pinkster. In de binnenlanden heb ik gezeten bij een Pinksterkerk, waar de vrouwelijke voorganger het woord van God doorgaf aan de hand van een Ouija-bord. Ja. Wow. Echt. Interessant. Greg Frits vertelt van een vriend van hem die ergens mocht prediken, ergens in de bergen in Amerika, en naar een kerk binnenkwam. En daar hadden ze de gewoonte om tijdens de dienst een emmer met een man met ratelslangen leeg te gooien in de kerk. Want slangen zullen ze opnemen en dergelijke. Oh, en dan moest je geloof laten zien door zo'n ratelslang bij de staart te pakken. En die vriend wist niet hoe snel hij moest die wegkwam. Maar ik geef maar wat illustraties van hoe je hele bizarre verschijnselen krijgt wereldwijd. Waarin dingen vermengd worden met ook lokale occulte zaken, lokale voodoo-religies, lokale gebruiken, gewoontes, vreemde dingen. We hebben wel eens bij de Pinkstergemeente in Alkmaar, toen ik daar nog bij zat, wel eens mannen binnen gehad die voorin gingen zitten en allemaal in het wit gekleed, want je mocht alleen maar naar de kerk als je helemaal in het wit gekleed was. En die begonnen midden onder de preek keihard in tongen te bidden en te schreeuwen en zo, en die werden gewoon uitgezet. Ja, maar we zijn toch geest vervuld? Dat is toch de Heilige Geest die, weet je wel? Maar begrijp je hoe enerzijds hele goede dingen gebeuren en anderzijds dingen ook ontsporen en in allerlei rariteiten terechtkomen? Yes. En volgens mij heb ik nu echt mijn tijd wel voor gepraat. Absoluut. Yes. Meer dan. En dan gaan we zo weer. Ja. Gaan we zo weer verder. Oké. Things are just, whatever things are all.